Het is vandaag dinsdag. We zijn lekker aan het rijden nu naar de woestijn, waar we gaan overnachten in Kamp Mars. Eerste keer in de woestijn, denk ik. Ja, voor mij ook. Ik ben heel benieuwd. Hoe ervaren jullie deze road to the desert? Een officiële bumpy ride. We rijden nu dus in de Sahara. Het onweert. En dat is best wel spannend, want ik zag allemaal bliksemschitsen. Maar we hebben Ruben, dus we komen wel. We zijn wel veilig, denk ik. Ik hoop dat we het overleven. Ja, yeah. Hier, hè? Yes. Ah. Het zijn ook echt van die stukjes dat je denkt van, oh, het valt wel mee. En dan ineens. Dus midden in de woestijn en we zitten vast met ons wiel en de zon gaat bijna onder. Dus we zijn helemaal ingegraven. Gaan wij nu overnachten zonder tenten? Gaan we nu hier gewoon slapen in de woestijn? Komen we ooit nog bij ons kamp? Ik weet het niet. Laten we nu die hele banden leeglopen. Ja, en dan, als die banden leeg zijn, ik weet niet hoe ze dat gaan lossen. Oh my god. Grootste nachtmerrie. Yes! Yes, we zijn gered! De auto weer in en op naar het tentenkamp. Ik hoop dat niemand meer vast komt te staan. We zitten vast midden in de Sahara en we komen niet meer over de heuvelen. En de rest is al weg. Super. Super. Denise, vind je het echt wel spannend? Wat dan? Het gevoel hebben dat je ergens niet uitkomt. Oh, ik begin nu een beetje paniek te krijgen omdat hij ook heel zwaar begint te ademen en paniek heeft. Ja, hij heeft het ook zwaar. Hij is nu aan het rondkijken of er iemand in de buurt is. Welkom in de tipi-tent. Als je binnenkomt, staat hier een kaarsje. Gaat dit goed? Ja. De tentdoek. Hij staat ook helemaal scheef. Dat is een kromkaarsje. Petje. Heel veel koffers. Dit is ook echt voor 1,40 meter gemaakt. De badkamer. Dan hebben we hier. Hello, little mirror. Is het goed? Hebben we hier een kraantje waar water in zit. Maar dat heb je natuurlijk niet in de woestijn. Dan vul je met water. Een dekseltje eraf. Kraantje open. En dan kan je zo wassen. En hoe tof is deze wc? Als je naar de wc bent geweest. Dan ga je daarna in plaats van door te trekken. Doe je een beetje sazel en zand erop. Ik denk dat we helemaal tot rust komen als we in een retreat zijn. Ging het goed? Ja, ging super goed. Ik heb er heel veel liefde in gestopt. Oeh, dan had ik ook wel een hapje. Huisvrouwen. Oh, wat hebben jullie lekker gekookt? Ja, dat vond ik ook heel erg lekker. Yeah.
Dit is echt zo gaaf om hier te slapen. Dit is de eerste keer dat een oliebol eet in de woestijn. HDP. Ja. Hij ziet er zo wit en lijkerig uit. Stamp hem dood? Nee. Woe! Lekker rokje. Lekker hoog, hè? Oh my god. Nou, paardenmeid, kom op. Dit lopen hoeft voor mij niet. Lekker fietje. Woehoe!